De trainersvisie. Bert, daar staan we weer. Wat een uh, opwindende zaterdag was het. Uh. Ja, dat mag je wel stellen, Piet. Dat zag er afhankelijk helemaal niet naar uit, natuurlijk. Maar uh, in één wedstrijd uh, gebeurde bijzonder veel. En uh, ja, dat had niet allemaal met voetbal te maken. Sport en emotie, dat uh, hoort bij elkaar. Maar emotie kan natuurlijk positief uitpakken. Daar kun je heel veel goede dingen mee doen. Uh, Positieve feedback, uh, uh, emotioneel uh, meebeleven, et maar het kan ook negatief uitpakken. En dat deed het bij Capelle. Ja, ik moet zeggen dat uh, de speler van Capelle natuurlijk aardig ageerde op, um, op de arbitrage en. Uh, ja, op een of andere manier heeft dat niet in hun, in hun voordeel gewerkt. Zeg maar. en, en dat is ook de reden waarom ik langs de kant ook veel tegen mijn groep bezig was. Van, ja, blijf rustig, blijf met voetballen bezig. En, en laat je vooral niet uh, afleiden of verleiden om mee te gaan in dat hele sfeertje, wat er op een gegeven moment de, in het veld uh, hing. Want uh, ja, dat gaat de kost van de concentratie. En dan ga je ergens fouten maken of uh, niet meer goed in de uitvoering zitten. Ik ben uh, persoonlijk blij voor uh, de speler van Capelle en voor de trainer van Capelle zelf ook, uh, dat het uiteindelijk uh, geseponeerd is en uh, dat de scheidsrechter het verkeerd had, gaf, uh, of, of zag eigenlijk. En uh, hiervoor ook mijn excuses voor uh, alle Capellenaren. Want uh, ze schijnen mij uh, nogal uh, pro uh, scheidsrechter gevonden te hebben. Maar ja, het is, het is in een flits, zo'n scheidsrechter ja, video referee uh, bed. Dat is, uh, zou toch wel een lekkere oplossing zijn geweest. Nou, ik ben blij dat we het afgelopen zaterdag in ieder geval niet hadden nog. Maar uh, nou, weet je, je moet eerlijk zijn, uh, wat voor bril je ook op had zaterdag. Uh, het was voor iedereen onduidelijk wat, wat er nu precies gebeurde, wel of geen Hens. En ja, nu zie je met de beelden natuurlijk uh, overduidelijk dat die jongen in zijn gezicht krijgt. En zoals hun trainer ook al zei, die jongen had het zelf ook al aangegeven, ja, dus waarom zou hij erover liegen? Maar dat het voor de scheidsrechter ook erg moeilijk was om te constateren, dat geloof ik ook. Uh, maar goed, we hadden dat, uh, ja, dat geluk een keer mee. De afspraken met je spelers, daar had je het over, die beginnen langzaam maar zeker toch wel uh, vormen te krijgen. Nou ja, je, je bent een team aan het opbouwen en uh, zij moeten wennen aan mij, uh, ik aan hun wat dat betreft. En uh, ja, we hebben denk ik een goede mix gevonden van hoe wij uh, wedstrijden kunnen gaan winnen. En uh, een stukje agressie in hun spel, maar ook een stukje rust uh, goed in de linies blijven staan. En voornamelijk de creativiteit van bepaalde jongens naar boven zien te krijgen. Daar uh, zijn we hard mee bezig. Heel goed. Hey, um... Um, even kijken hoor, Snake. Uh, dat uh, is de enige ploeg uit het uh, rechter rijtje wat we nog niet uh, gehad hebben. En we krijgen nu eigenlijk uh, een serie met allemaal ploegen uit het linker rijtje. Hè? Dat, wat, 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 hoe denk je daarover? Nou, ik heb het idee dat wij daar uh, wel goed mee om kunnen gaan. Dat zijn wel ploegen waar, uh, waarmee we ons graag willen meten. Uh, dat we ook op een bepaalde manier uh, van spelen toe komen, denk ik. En uh, ja, het is ook voor iedere speler weer een mooie prikkel om tegen dat soort ploegen het beste van jezelf te laten zien. Nou, en dan begint het zaterdag natuurlijk al mee als je naar uh, jong FC20 gaat. Hoe denk jij over uh, het uh, spelen van het jaar klassement? Ja, nou ja, goed, dat, uh, dat is er, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ik ben van mening dat, um, ja, dat, dat ik daar nog wel een hele andere mening over heb, ja. Heb je ook het idee dat het niet op een, op een andere manier uh, moet uh, gebeuren? Wat, een, een manier waarbij je meer uh, supporters uh, bij kan betrekken of wat dan ook. Heb je daar ideeën over? Nou, wat ik mooi zou vinden tegenwoordig, heb je met appjes, uh, met app uh, of zo, dat je vanaf de tribune in kan loggen en dan kan jij uh, aangeven welke cijferspaal je krijgen. Alleen, ja, als dan de hele familie uh, de Vries bijvoorbeeld op de tribune zit, ja, dan, uh, dan wordt het ook weer een beetje onoverzichtelijk om het zo maar te zeggen als Robot en ik allemaal elf, uh, elf krijgt en zo, of twaalfjes. Nee, uh, het is lastig. Uh, wat belangrijker is, is dat, uh, dat de spelers weten wat de technische staf van ze vindt, hoe ze gefunctioneerd hebben en, um, ja, en, en wat supporters vinden. Dat, dat is meer eventjes op die 90 minuten, maar wij weten natuurlijk hoe een speler de hele week bezig is geweest, hoe heeft hij zijn taak uitgevoerd, dus wij hebben altijd een andere beoordeling. Je hebt ongetwijfeld weer het een en ander te horen gekregen over de ploeg van uh, waar, waar we aanstaande zaterdag tegen moeten. FC Twente, jong FC Twente. Wat denk je daarvan van die wedstrijd? Ja, nou ja, wat, wat we meegekregen hebben is dat hun wel uh, nog a spelers toevoegen aan, uh, aan het jong team. Dus het uh, is dus altijd weer afwachten wie ze dan opstellen, natuurlijk. Uh, ik weet wel, Dennis Demmers is een hele positieve, enthousiaste coach. Uh, die al veel heeft laten zien en echt wel bezig is met opbouwen uh, van zijn ploeg en uh, van spelers individueel. Dus uh, ja, ik verwacht een hele technische ploeg. Veel snelheid, hoge handelingssnelheid. Dus, uh, maar goed, ja, dat, dat is ook een beetje hoe jong Volendam in elkaar stak. Uh, DVS uh, steekt uh, langzaam zeker uh, redelijk goed in elkaar. Daar moet je, moet je redelijk tevreden over zijn, denk ik. Ja, ik denk dat de opdrachten uh, goed duidelijk zijn. Het team voert het ook goed uit. Jongens willen elkaar er ook bij helpen uh, wat dat betreft. Ja, en als je dan een beetje het geluk van afgelopen zaterdag erbij kan hebben, dan, uh, ja, dan kun je wedstrijden winnen en uh, zo zit voetbal ook in elkaar.